Vandaag ben ik bij Vrellevisvijver Bergeinde in Abouteren, nabij Mezijk in België. En ik heb een nieuwe deelnemer gevonden voor de Best Trout Bite Competition. En dat is Michel uit Bergharen. Michel. Borgharen. Uit Borgharen, ja. Ja, ik zeg het fout. Borgharen. Waar vist u mee? Waar vist u mee vandaag? Normaal visdeeg. De forellendeeg, ja. Al we zo'n taal zijn, ja, en u. Die vangen niet. U vist met een dobber, zie ik. Dobber, ja. Ja, hoe zwaar is die dobber? 3 gram. 3 gram, ja. En die forellendeeg, doet u die ook op een speciale manier aan de haak? Of, De forellendeeg, ja. Doet hij die op een speciale manier? Dat is een bolletje en dan een beetje plat erin. En dan een beetje plat knijpen, ja. Dat is wel zoals bijna iedereen vist, blijkbaar. Ja. Ja, een soort lepeltje ervan maken. Ja. Ja. En welke kleur heeft hij er nou aan? Oranje-geel is dit. Oranje-geel, ja. Uit het potje zo. Potje, ja. En heeft hij een speciale reden waarom hij die oranje-geel kiest? Of? Ja, ik weet dat ik al meer succes met heb. Ja, ja, dat is wel uw favoriete kleur dan? Ja, ja. Ja. Ja, en daar wordt er nog eentje gevangen door Danny. Ja, zie, Danny of die. Dag, die. Dat is Peter van Forellevijverij, dat is ook niet. Ik heb het gevangen, hoor. Ja, we gaan even in het plaat door doen, ja. Ja. Nee, maar wel hier, want ik heb de microfoon aan. Doei. Ja, dat was Peter van Forellevijverij. En Michel, hoeveel heb je er al gevangen? Ik heb er 2 gevangen. 2 gevangen? En 1 dikke gemist. En eentje gemist, ja, ik zag het net. Die ging vlak voor de kant, ging hij er net vanaf, hè? Ja, ja. Oké, okay, nou dan hoop ik dat hij er nog wat bij vangt vandaag. Ja, ik denk het. Dat zal wel gelukken, hè? Denk ik wel. Oké, okay, nog veel visplezier en bedankt voor de deelname. Dank je wel. Hoi.